Ja, tijd voor weer een nieuwe vote. De verkiezingen komen steeds dichterbij, nog maar een maand te gaan en dan mag jij je stem gaan uitbrengen. En voor wie het gemist heeft, wij waren afgelopen vrijdag te gast bij De Tweede Kelder. En die aflevering kun je terugvinden op onze Facebookpagina. Voor de dames van het YouTube-kanaal Hashtag Vote Kent Politiek geen geheimen meer. En daarom zitten zij vandaag bij ons in de studio. Dit is De Tweede Kelder. En er staat ons nog meer leuks te wachten, dus hou Vote in de gaten op Facebook en dan krijg je alles als eerste mee. Maar first things first, deze week gaan we het hebben over de politieke thema's. Het milieu, de zorg, het immigratiebeleid. Allemaal dingen die dit jaar heel belangrijk worden tijdens de verkiezingen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar welk thema hoort nou bij welke politieke partij? We hebben een aantal stellingen uit de stemwijzer en het kieskompas gehaald en de partijen ingedeeld op eens, oneens of geen van beide. Zo krijg jij hopelijk iets meer overzicht in wat de partijen vinden van de politieke thema's. Er moet een bindend referendum komen waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden. De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen. De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel. Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen. Nederland moet uit de Europese Unie stappen. De volgende stellingen komen uit het kieskompas. Maar het kieskompas heeft niet alle partijen meegenomen. Daarom zie je hier maar 13 in plaats van 24. Er moet strengere klimaatwetgeving komen, ook al gaat dit ten koste van economische groei. Nederland moet minder vluchtelingen opvangen. Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook al gaan de premies daardoor omhoog. Nederlanders die naar Syrië zijn gegaan om te vechten, mogen niet terugkeren naar ons land. Dus alle partijen hebben wel iets te zeggen over elk thema, maar voor de ene partij is het ene thema belangrijker dan het andere. Ja, eigenlijk bepaalde thema's die je belangrijk vindt? Ja, ik vind klimaat heel erg belangrijk. Ik vind dat... Ja. Dus daar ga je stem ook een beetje op baseren, zeg maar. Ja. Ja. En jij, heb jij nog belangrijke thema's? Thema's die je zegt, ja... Ja, klimaat, het milieu ook wel, inderdaad. En onderwijs, denk ik. We gaan er natuurlijk ook heel veel over het leenstelsel. En ik vind niet per se dat we het oude stelsel terug moeten krijgen. Maar er moet wel iets veranderen. Want zoals het nu gaat, vind ik het ook niet goed. En er moet nog wel meer veranderd worden. Dus onderwijs en milieu vind ik wel echt heel belangrijk. Dus ja. In deze verkiezingen. Dus okay. Daar ga ik nu wel mijn stem op baseren. Kan me wel in vinden. Ja. Onze politiek verslagvlogger vroeg dit... Politiek verslagvlogger vroeg dit... Politiek verslagvlogger vroeg dit... Onze politiek verslagvlogger Carlijn vroeg dit ook aan jou. Welk thema vind jij nou echt belangrijk de komende verkiezingen? Hey en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik weer mensen de vraag stellen wat voor hun het belangrijkste onderwerp is bij de verkiezingen. Onderwijs, dat er een beter systeem komt voor het onderwijs, want het leenstelsel is ook niet alles. En studiefinanciering invoeren, ik weet niet of dat nu weer zo'n goed idee is om dat nu weer te herinvoeren. Ik denk dat duurzaamheid tijdens deze verkiezingen een van de grootste problemen is. Voor mijn gevoel is klimaatverandering het probleem van deze tijd. En heel veel mensen die zeggen tegen me, ja maar integratie is ook belangrijk en de hoge huurprijzen dan, dat zijn echt problemen die we nu moeten oplossen. Klimaatverandering, dat kan nog wel eventjes wachten. Maar voor mijn gevoel zijn dit de laatste verkiezingen dat we nog echt een verschil kunnen maken. En dat we echt onze economie kunnen verduurzamen. Dus daarom gaat mijn stem naar een partij die daar ook zo over denkt. Wat vind jij een belangrijk thema bij de verkiezingen? Onderwijs. En dan vooral om de studiefinanciering terug te krijgen. Omdat ik het leenstelsel het gevoel heb dat minder voordelig is voor studenten. Hoi allemaal. Ik vind het belangrijk dat er goede regelingen zijn voor vluchtelingen,
omdat ze er vaak zelf niet zoveel invloed op hebben over hoe veilig het is in hun eigen land. En het had ons ook kunnen gebeuren dat wij moesten vluchten voor onze veiligheid. Dit was de vlogger van deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En toch dat immigratiebeleid, hè? Ja, dat had ik niet verwacht. Nee, ik van jongeren eigenlijk ook niet. Nee, per precies. Se, of zo. Het is meer voor wat ouderen ja. Die daar echt heel erg mee bezig zijn. Maar nou ja, mag gewoon. Mag gewoon. Een ander thema dat de laatste tijd veel onder de aandacht is geweest, is populisme. En daar gaat onze vraag deze week over. Wat is populisme nou eigenlijk? Populisme is een verzamelnaam voor politieke bewegingen die zich afzetten tegen de gevestigde orde. Vaak hebben die partijen een sterke, uitgesproken leider en een voorkeur voor meer directe democratie. Bij populisme is het uitgangspunt de tegenstelling tussen de elite en het volk. Volgens populisten moet de wil van het volk leidend zijn in het regeren van een land. Het populisme past bij zowel rechtse als linkse ideologieën. De bekendste populistische partij is de PVV. Maar D66, de partij die tegenwoordig lijnrecht tegenover het populisme staat, is in 1966 begonnen als populistische partij. Protestpartijen en populisme zijn dus eigenlijk van alle tijden, niet alleen van nu. Het uitdagen van de gevestigde orde houdt het systeem scherp en richt zich meer op de gevoelens en de verlangens van de bevolking. Het grote nadeel van populisme is het gebruik van vaak negatieve en versimpelde argumentatie. En hierdoor kan het vertrouwen in de democratie juist minder worden. Volgens tegenstanders misleiden populistische politici de kiezer, dus jou. Populisten zeggen namelijk vaak wat het volk wil horen, maar dragen dan tegelijkertijd geen concrete oplossingen aan. Hiertegen ingaan is moeilijk, dus gaan andere politieke partijen ook sneller simpele uitspraken doen. Zo ontstaat een negatieve spiraal waarbij de kiezer, dus jij, verkeerd wordt geïnformeerd. Maar gelukkig zijn wij er om jou wel goed te informeren. Heb jij nou ook een vraag voor ons? Stuur die dan naar votenu@gmail.com. Of laat een bericht achter op onze Facebookpagina Vote 2017. Zo, dat was diep. Ik voel me bijna intelligent. Bijna, ja. Bijna. Ja. Moet even bijkomen, dus we gaan er even uit. Tot zo. Ja, je zou mogen verwachten dat met het einde van de economische crisis ook de armoede in Nederland zijn langste tijd heeft gehad. Werkelijkheid is anders. Het aantal huishoudens onder de armoedegrens loopt zelfs op. The life you lead is always your own. Don't be afraid, you're not alone. Stand together, be firm. Take a stand, it's now our turn. Just a whisper among friends, and we know where this journey will end. It's time for a new revolution. Take a stand, it's the only solution. Take back the power, today is the day. Money won't define you in any way. The change is coming fast. Take a stand and make it last. Mooi. Emiel, je hebt me geraakt. Ja. Oké. Het is weer tijd voor de quiz. Goed. Maak je borst maar nat, want ik heb 3 vragen voor jou vandaag. Open vragen. Geen ABC. Waarom dat dan weer? Gewoon, hè? Moet het steeds een beetje moeilijker maken. Komt-ie, vraag 1. Welke partijen willen meer geld besteden aan de aanleg van nieuwe wegen? Er is een partij Nieuwe Wegen. Dat is vet leuk. Oké, dus Nieuwe Wegen. Denk ik. De VVD. En is er nog iets rechts?
De ondernemerspartij. Ja, die klopt. Die doet mee, toch? Ja, ah, ja. Okay, ja. Wat je zegt klopt. En daarnaast nog, ik ben alweer vergeten wat je zei, maar VVD, PVV, CDA, SGP, ondernemerspartij inderdaad, VNL, Nieuwe Wegen en voor Democratie, ga ze maar door. Ja, okay. Nieuwe Wegen. Ja, Nieuwe Wegen. Ah, vraag 2. Noem 3 partijen die de studiefinanciering terug willen. Oké, GroenLinks, D66, VVD en CDA afgeschaft. Weet ik toevallig. Ik weet niet zeker of ik het goed heb gezegd. Dus SP, Denk, CDA. SP en CDA kloppen. ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50+. Wie had dat gedacht? Ik zou niet denken dat het 50+ bent. Nee. Maar goed, 50+ dus. Oké. Okay. Vraag 3. Welke partijen zijn tegen het legaliseren van de teelt en verkoop van wiet? Dus welke partijen willen dit niet legaal maken? Ja, dat zullen die gelovige partijen wel zijn. Dus ChristenUnie, SGP en CDA, denk ik. Klopt, maar nog andere partijen ook. Ja. Want de VVD en de PVV willen het ook niet legaal maken. Dat maakt mij niet wijs dat Mark Rutte wordt gedood. Inderdaad. Die zitten gewoon zelf met een sticky. Dat is flauw. Dit waren allemaal vragen uit de stemwijzer. Wil je nou meer van dit soort vragen beantwoorden en weten hoe partijen over die vragen denken? Ga dan naar www.stemwijzer.nl of naar www.jongerenkieswijzer.nl. Ja, die laatste, de jongerenkieswijzer, die is vanaf morgen 15 februari online. Dus dan kan je die in gaan vullen. En in de tussentijd kan je ook naar vote2017.nl, want daar hebben wij alle verkiezingsprogramma's voor je samengevat in 1 A4'tje. En dat is best wel fijn. Want verkiezingsprogramma's zijn vrij lang. De VVD bijvoorbeeld 102 pagina's. En waar we ook wel 102 pagina's over vol zouden kunnen schrijven. Fucking goed bruggetje. Zijn de gekke tweets van politici. Dus die hebben we allemaal voor je verzameld in het Politiek Geblaad van deze week. In verband met het overlijden van het RTL-debat graag uw aandacht voor het volgende. Eerder vandaag werd het RTL-debat geschrapt omdat sommige lijsttrekkers liever carnaval wilden vieren. RTL heeft besloten om de teleurgestelde kijkers te compenseren met de volgende verzamel-cd. RTL Media presenteert, speciaal voor de carnaval, de beste campagnekrakers. Voor elke carnavalsvierder die zich meer wil verdiepen in de politiek. Met hits van Kees van der Staaij. Waar is dat Keesje? Hier is dat Keesje. En natuurlijk de klaverzangers. Van voor naar achter, van links naar rechts. 14 lijsttracks om mee te feesten. Lodewijk Asscher met... Hey Marcus, speel met jou onder de douche. Hey, ja, hey. Geert Wilders met het hartverscheurende... Ik verschapte je foto en dat kwam in de krant. De beste campagnekrakers. Verkies Zing maar mee. Martin Bosma met zijn Marokkanen medley. Daar in die kleine moskee aan de haven. Wij vieren feest, dus weg met Marokkanen. Want ze gaan er vandoor met onze banen. En natuurlijk het muzikale tegengeluid van Denk. Kedigedink, 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 kuzoo. Zet het aan in de achterkamertjes Polonaise met Liliane Ploemen. Weet je wat ik wel zo willen zijn? Oh, bloemetjes gordijn, bloemetjes gordijn. En Jan Dijkgraaf is een stemkast in het leger van geen pijn. Uit je dag met Marianne Thieme met Er staat een paard in een veel te kleine gang. Of de Geertvogels met hun loflied. Jerry Baudet met... Kunnen we met de PVV samen gaan? Ja, we kunnen met de PVV samen gaan. De beste campagnekrakers. Bestel nog deze kabinetsperiode en ontvang de bonus tracks van je favoriete politiek verslaggevers. Ik ben niet de... Het was aan de Costa del Sol, Ferry Mingeling. Huk. Beste campagnekrakers. Volgende week in de winkel, maar nu al af.
Dat was het weer voor deze week. Wil je nou nog meer informatie over de politiek en de politieke partijen? Of weet ik wat? Ga dan naar onze website www.vote2017.nl. Like onze Facebookpagina Vote2017. En abonneer je op onze kanaal. En abonneer je op ons kanaal. Tot volgende week. Doeg!